Wij zijn hier in 1924 begonnen, op de hoek Verbrachtstraat Emmenstraat. Mijn overgrootvader Hein is hier begonnen. Na opa Hein komt mijn opa Frans. En daarop volgend kwam zijn zoon Frans junior, samen met zus Joke en Giel. Die hebben we toen overgenomen. En sinds 2000 ben ik in een zaak hier erbij. Toen hadden ze nog een heel klein assortiment, 3 soorten broden. Wat we nu hebben zijn zeker wel 60 soorten broden. Dus, begint de eerste, om alles weer vers en lekker in de winkel te krijgen. Ja, in principe werken we eigenlijk nog hetzelfde zoals we zijn begonnen. Met dreegkneders, het werkt in principe bijna hetzelfde. En de nareiskasten. Ze zijn iets vernieuwd, maar qua principe het komt toch allemaal op hetzelfde neer. Ja, zeker. We hebben echt geheime recepten. We zijn vanaf vader op zoon overgegaan. We zijn al vanaf 1924 in de familie. De basis voor de recepten zijn echt hetzelfde gebleven. Dus daar is weinig in veranderd in de 95 jaar. Sinds 2013 hebben we een winkel erbij in Pijnekenzuid. Die wordt gerund door mijn broer Mark. Die is ook een banketbakker. Die doet ook catering erbij. We zijn altijd een brood- en banketbakkerij geweest, maar ik probeer altijd de mooiste verse producten te maken. We hebben een grote bezorgwijk hier in de omgeving. Waar we ongeveer 3 keer per week langs de deur komen. Theo van den Burg die bezorgt het bij de mensen in de buitengebieden.
Wij maken alles zelf hier in de bakkerij. We hebben een uitgebreid assortiment brood. We hebben een heel uitgebreid assortiment met maquet, taarten. Alles wat de klanten vragen, dat kunnen we in principe maken. Lekker vers.